de naam. Ik ben ondertussen even aan de link op mijn Facebookgroep aan het zetten. En dan kan iedereen mij daar ook vinden. Wil je even laten weten of ik goed te verstaan ben? Want dat is ook heel belangrijk. En ik zit op een laptop wat heel erg traag is. Dus ik ben ondertussen eventjes aan het kijken dat... Nou, toppie. Dankjewel, meis. Nou, gelukkig. Nou, leuk. Welkom. Wendeke een Sabbe, wat is je naam als ik het vraag mag? Of is dat is je achternaam dan de voornaam? Dat kan natuurlijk ook, hè? Dus dan ben ik even de link op de... Zo. Dan wachten we eventjes en dan gaan we zo meteen lekker van start. Ik zal deze eventjes. Nee, staat. Dat hier. Nou. Even kijken of ik kan zien hoeveel mensen er live zijn. Oh, dat kan ook nog, hè? Oh, kijk, we hebben toch al wel meer een aantal kijkers. Gezellig. Ik wacht nog heel even. Hey, Aletta. Goedemorgen. Nou, kijk. Wacht eventjes tot meer mensen ons vinden. En dan gaan we zo lekker van start. Wendy, als ik het, mag ik Wendy zeggen? Want er is, zoals Aletta en Janneke, die, en wie weet wie nog meer online zijn, die kennen mij al wel, ook via Facebook. En normaal ga ik één keer in de maand sowieso op mijn Facebookgroep Creatief met Angela's Hobby Corner live. Maar dat is allemaal zo gedoe, dus vandaar dat ik het nou via hier doe. En kijk, ik zie dat er al steeds meer mensen binnenkomen. Goedemorgen allemaal, gezellig. Superleuk dat jullie me allemaal kunnen vinden. Ja, wat ik al zei, Facebook geeft zoveel problemen de laatste tijd. Ik werd er echt werkelijk waar niet goed van. Dus ik heb nou zoiets van, ik ga kijken. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben gisteravond heel laat nog doorgegaan. Want het wil niet zoals ik het... Nou, heel goed doe. Ik zal jullie dat besparen. Maar ik heb wel zoiets, als dit goed bevalt, ga ik gewoon elke keer hier op mijn YouTube-kanaal live. Oh, begint te kraken. Kan dat geluid liggen, hè? Of... Ik zie alleen even kijken of ik wat kan inzoomen. Dat zou misschien ook nog anders zijn. Dus het kan zijn dat mijn camera even wat gaat bewegen. Ik weet niet of ik kan inzoomen. Oh ja. Nou, dan ga ik iets te ver. Ik zal hem iets uitzoomen, want ook hier heeft... wat vertraging, net als een klein stukje nog zie ik wel. Nou, het is lastig, want het heeft iets vertraging. Dus, en ik wil ook niet te klein. Nee, dat klopt. Klopt. Dat heb ik als goed is allemaal verwijderd, inderdaad. Het waren allemaal van die testen. Nou, wat ik al zei. Nou, even voor, dus voor de challenge op de Creatief met Angela's Hobby Corner. En daar loopt dus een challenge. Ik zal nog even uitleggen. En elke maand loopt er een maand challenge. En de hele maand april is dus het thema nieuwe woning. Ik zou eigenlijk vorige week al live gaan, maar ik had heel veel pijn. Dus het was echt zoiets van,
Ik werd wakker en als ik laag moet, ik denk, dat komt niet goed. Nou, als ik laag, het was ook inderdaad niet goed gekomen, want de hele dag was ik echt van de wereld, om even zo te zeggen. Ik neem een slok koffie. Dus ik ga hem vandaag gezellig met jullie inhalen. Ik zal even kijken, oh, het is allemaal even net allemaal even wat anders dan normaal. Ik ga vandaag aan de slag met de Tulip Love van Kraft & Klok. Goedemorgen iedereen die nog binnenkomt. Gezellig allemaal. Welkom. Ook allemaal nieuwe namen zie ik. Wat leuk. Ja, super, super leuk. En ik ga dus aan de slag met de Tulip Love van Kraft & Klok. Ja, ik ben een grote fan van Kraft & Klok. Degene die mijn filmpjes en mijn tutorials mij volgen, die weet dat inmiddels van mij. En en ik ga aan de slag met een voor degenen die niet mee bekend zijn, een Dusdoebedoe tekenmal van Studio, van Dusdoebedoe. En dat is het nummer 470713850. Ik zal dat ook allemaal even linken hoor. Want ik ga weer een ezelkaart maken. Nou, ik ben best wel een fan van een ezelkaart. Ik vind het gewoon altijd erg leuk om te maken. En er komt weer wat een kantje bij, er komt wat vruchteltjes bij. We gaan gewoon heerlijk een creatie maken. Kijk, welkom, het leuk allemaal. Ik zie nieuwe namen. Leuk, super. Nou, dus ezelkaart kun je op verschillende manieren maken. En er zijn ook, je kan het ook met de hand doen. En ik had zoiets van, ik weet niet wanneer deze tekenmal uitgekomen is, want het is te bedoelen, maar je kan hem in rond maken, je kan hem in vierkant maken. En op mijn YouTube-kanaal staan meer video's dat ik meer naar ezelkaarten maak. Want in principe is het gewoon van, ik zal het er even uithalen. Misschien is dat eventjes makkelijker. Want eventueel, ja, ik ben niet, persoonlijk niet zo van de dieptekaart. Eventueel, als je van de dieptekaarten bent. Oh, ik wil even kijken of ik mijn licht iets kan veranderen. Want ik zie of het kan aan mijn laptop liggen. Dat kan ook hoor. Deze zijn ook goed voor dieptekaarten. Nou, wat je doet is je hebt gewoon de basis. Die knip je uit. Eerst teken je die over. En dan knip je die uit. Op kartstok. Ik ben met lila achter paars lila bezig. En dan zie je al dat je hier een rillijn hebt. Je hebt hier drie lijnen. En de middelste is de rillijn. Want dat wordt je vouw. Nou, en dan deze. Die buitenste. Dat is dus als je ook eventueel designpapier extra wil plakken. Maar dat doe ik dus persoonlijk zelf niet. Nou, dan knip je deze ook nog een keer helemaal uit, helemaal. Op je kartstok. En dat doe je dan twee keer. Nee, wacht even. Kartstok één keer. Sorry, ik moet even goed zeggen. Dan heb je deze. Dus dat is dezelfde vorm als deze, want deze die komt hier zo op. Dan ga je matten, dat is je designpapier, en dan pak je gewoon rondom je designpapier pak je deze lijn. Ik hoop dat het een beetje zichtbaar is. Als er vragen zijn, moeten jullie het gewoon stellen hoor. En dan, dat doe je dan twee keer. En dan krijg je dit. Even kijken of ik ondertussen heel iets uitzoomen. Ja, het loopt iets achter. Ik ga mijn best doen, dames. Ik moet even kijken of dat nog lukt. Oh. Nou zie ik dat mijn, ja.
Ja, een live is altijd eventjes even anders, omdat ik ook open deuren. Oh, leuk. Ik moet dus even kijken of ik jullie reacties kan lezen, hoor. Ja, het is heel erg lastig. Nou, ik hoop dat het zo beter is. Welkom iedereen die nog binnenkomt. Gezellig, wat leuk. Nou, ik leg dit even aan de kant. Want, nou, is het zo duidelijk met degene die de Dutch Doobedoel mallen niet kennen? Nou, deze wordt dan mijn onderkant. En deze komt dan hier aan de bovenkant. En ik had een tijdje terug in een winkel hier in Leeuwarden zelfs. Bij Hobby Complete Duif heb ik deze toegekocht. Dus de rustic patina. En dit was toen met 50% korting. Ik had zoiets, nou, die is van mij. En ik weet niet of die nog te verkrijgen is, deze. Maar het is, ja, wit. Wit patina paint. Maar ik heb hem dus gewoon met een sponsje ben ik er gewoon langs gegaan. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde idee heb ik het gebruikt als met gesso. En dus even, nou, toppie. Ik ga de reacties allemaal even teruglezen, want het gaat allemaal zo snel, zie ik al wel, dat ik de helft niet meekrijg. Nou, we gaan lekker plakken. Even kijken. Want deze komt dan hier en deze komt dan hier. Nou, dit wordt dan hier, komt dan een stopper. Dat ga ik straks doen. Ik leg deze nog even aan de kanten. Wat ik zelf fijn vind is, je kan hem zeg maar eerst opbouwen en dan plakken. Maar ik vind het zelf prettiger om eerst hier te gaan plakken. En ik doe dat eventjes met tape. Maar let erop dat je niet over je rillijn heen gaat. En ik doe dat dan in combinatie met wel gewone lijm. Want dat vind ik dan fijner. Want dan kun je altijd nog schuiven. Dat is mijn lijmflesje. Zo, even droog, even terug. En dan plak je deze gewoon. Kijk, dan had ik het ook verschoven, dat met lijm. Want dat vind ik zelf prettig aan. Dan hier. En het mooiste is, deze kaart kun je gewoon eigenlijk plat versturen. Want hij is dan even kijken of ik een lineaal hier bij de hand heb. Want hij is ongeveer 15 bij 13. Dus als je wat ruimere, kan wel een ruimere envelop doen, maar dat is natuurlijk, maar in principe kan die daarin. Ik zou dan persoonlijk zelf kiezen voor een 15 van 16 bij 16 als ik het in een vierkante envelop zou doen. Maar goed, mijn kaarten zijn altijd vrij bulky, zeg ik altijd. Dus meestal, ik stuur mijn kaarten altijd alleen in een bubbeltje envelop. Dan.
had ik zoiets van, ik wil er een randje op en ik wil er een parelrandje op. Maar is deze vrij? Had ik zoiets van, Kijk, zie je dat? Ik vind die auto zo leuk. Zien jullie dat? Is dat niet geweldig? Ben je ervoor de portemonnee? Nee, ja. Dat wel. Even kijken. Ik wil even mijn dunnere. Ja, pak even een kistje. Zo. Want ik vind het altijd prettig om even dat met een liniaal, of een liniaal met mij hoor, met een tapeje vast te zetten. Eventjes ook aandrukken. Zo. Oh, geweldig. Oh. Even kijken, iets omhoog. Dat is, en dat knip ik dan. Zo. Even. Nou, kom op. Zo. Die gaat dan even daarheen. Zo. Dan wil ik hier een parelrandje erop doen. En die komt dan hier zo erbovenop. Kijk, hij komt precies zo uit. Wat ik wel eventjes doe, is dit. Even wat kleine knippen. Zo. Die gaat dan hier. Die doe ik wel even iets overheen. Zo. Oh. Het is niet handig wat ik nou doe. Zo. Nou, wat ik dan even doe, is ik doe dit even. Oh, ik zie dat ik hem verschoven heb. Nou ja, dus even. Nou, dat is nog eventjes een priegel om deze eventjes los te krijgen. Daarom doe ik hem iets eroverheen. Kijk. Want dan kun je hem beter openmaken, knippen. Nou, deze gaat er dan zo overheen. Past precies. Kijk. Die daar, dat hier. Kijk. Nou, dan wat ik nog in gedachten had is. Ook wat dingetjes voor mijn. Even wat dingetjes opruimen. Ik zie nog steeds mensen binnenkomen. Gezellig, leuk, welkom allemaal.
Zo. Ik leg even mijn sisal aan de kant, want ik wil... Nou, ik had al bedacht dat dit... Want ik moet natuurlijk een stopper hebben. Dus dat gaat zo een beetje worden. Dus dat leg ik even daar neer. Ook deze randen heb ik allemaal met de rustic patina, heb ik dat allemaal bewerkt. Ik weet niet of jullie bekend zijn, oh, anders een mondje, hè? Met gesso. En dat is hetzelfde effect zoals dat is wat ik wilde creëren. Goedemorgen iedereen die er binnenkomt. Ik zie Ellie. Goedemorgen meisje. Nou, kijk dan dat, oh, dat huis. Hè. Oh. Maar nagaan, Kraftenklok is een Pools merk. En dat ze gewoon echt een Nederlandse thema hebben gebruikt. Dat is echt superleuk. Ook met de huisjes en zo. Ja, dat vond ik echt heel erg leuk. Even kijken. Wat ik altijd zelf prettig vind. Nou, dit gaat verhoogd opgeplakt worden. Dus dat leg ik heel even aan de kant. En ik doe even mijn taperunner even dicht, want ook dat droogt uit. Nou, zoals je ziet, omdat die parelrandje erop zit, hè, heb je iets verhoging. Dus ik wil dit hier een beetje zo eroverheen gaan laten hangen. En dan deze. Kijk dan. Oh, deze zijn ook zo leuk, hè? Echt. Echt mooi. Deze die wou ik dan hierbij doen. Of dit is ook heel erg leuk op deze manier. Dat, hè, dat het huis op de voorgrond en een mooie schuur op de achtergrond. Nou, we gaan lekker plakken. Even een papiertje pakken nog. En dan ga ik eerst even kijken. Ik ga eerst een beetje dit, want ik wil dan nog wat sisal onder doen, wat ik net al zei. Dus ik ga eerst dit een beetje opbouwen. Ik hoor wie jij durft. Is dat tegen mij, Annette? Goedemorgen Ellie. Andere Ellie. Kijk, dus een beetje zo wil ik het gaan opbouwen. Dan pak ik een beetje sisal. Nou, ik zie wel dat ik te veel heb. Zo. Nou. Kijk, dat wil ik een beetje zo doen. Oh, zo! Ja. Soms moet je. Maar hij komt verhoogd. Dus dan, dat scheelt misschien weer. Nou, ik plak niet helemaal vol. Even dit hier neerleggen. Zo. Want er komt natuurlijk ook nog wat dingetjes overheen. En dan wordt het ook nog weer meer extra vastgeplakt. Dus dat komt allemaal wel goed. Zo. Kijk, want dat wordt dan mijn basis. Nou, ik zie gewoon al nu al dat er heel veel overtollig is. Maar dat knip ik straks allemaal weg. Als ik, doe ik altijd. Als ik klaar ben met maken, dan... En dan ben ik ondertussen even aan het kijken waar ik mijn aardje heb. Dan
knip ik dat altijd wat af, zeg maar. Ik ga eerst even een beetje dit plakken. Dan weet ik dat dit hier aan de onderkant komt. En dan wat aan de bovenkant. Zo. Kijk. Even een tip. Je kan vogel opplakken met 3D kit doen of tape, foam tape, wat ik nu doe. Maar omdat ik het nu op sisal ga plakken, doe ik altijd ook nog eventjes, normaal zou ik het met gewone lijn doen. Maar in dit geval doe ik het dus ook nog even lijm op de tape met mijn lijmpistool. Want dan weet je gewoon zeker dat het ook blijft zitten. Ik hou hem heel even vast. Zo. Oh, die moet hier blijven. Zo. Nou, ga ik hem hier opplakken. En dat doe ik wel weer gewoon met lijm. Eventueel had ik het ook met tape kunnen doen, maar dan had ik de tape er al op moeten plakken voordat ik het ging opbouwen. Zo. Eventjes in hoekjes. Kijk. En dan deze, die komt dan hier. En dan wil ik dit als stopper gebruiken. En dat komt dan ook, is het te zien? Dit komt als stopper. Je kan het zo doen, maar je kan het ook zo doen. Ik vind dat mooi als het een beetje schuin blijft liggen. Zo moet je denken, inderdaad. Hij staat achter het huis, inderdaad. Kijk, dat is ook zo mooi, hè? Echt, ach, maar ja, af en toe moet je keuzes maken, hè? Welke rand ga ik gebruiken? Deze plakken we er vast op. Zo. Dan leg alles hier onder de sisal. Ik ga nog even een slok van mijn koude koffie nemen. Zo, nou. Wat ik altijd leuk vind is een beetje dit hier. Ik had natuurlijk al een beetje bedacht hoe ik het zou willen. En dan ga ik het gewoon opbouwen. En ik gebruik dan ook een beetje tape. Dit is een grote stukje, daar knip ik stukjes van. Je hebt ook van die dunnere dingetjes. Maar wat de voordeel is, deze komt uit de extra set. Want ik heb niet alles van deze serie gekocht. En dit is van de extra set. En je hebt dan altijd van die knipelementen. En het voordeel is van Craft of Glock, is het is dubbelzijdig. Dus allebei de kanten is hetzelfde. En als je zeg maar, als je gaat knippen, je kan kiezen met een wit randje of zonder wit randje.
Nou, ik vind het met een randje vind ik het gewoon veel leuker. Dat is een voordeel van vanaf de klok. Je kan gewoon allebei de kanten gebruiken. Of het is gewoon allebei hetzelfde. Alleen ga je met een randje doen of zonder randje. Dat is eigenlijk het enige. Ook hier doe ik een beetje even wat tape of lijn van mijn lijmpistool erbij. Warm, hete lijm, warme lijm, net hoe je het noemen wil. Deze leg ik nog eventjes aan de kant. Want nu is het eigenlijk een kwestie van gewoon opbouwen. En de reden dat ik het niet overal opplak is, of niet volplak, vastplak, want dan kun je er altijd wat onder verschuiven. Even een tip, want ik ben altijd iemand die altijd eerder over de randen heen doet. Ik ben niet iemand die binnen de lijntjes plakt. Maar hou met dit wel rekening mee. Nu zie ik dat deze iets te lang is. Dat omdat hij moet blijven staan, dat je er niet overheen gaat. Dus ik knip eventjes iets af. En nou ben ik even aan het kijken of deze beter past. Heel weet, als het over de lijmpistool, nou geloof me, ik verbrand me regelmatig. Ook al weten we dat die heet is. Dan vond ik deze ook leuk. Even kijken. Ik moet wel kijken dat ik aan de goede kant plak. Een beetje voor de kleur. Zo. Ja, is echt ouwelette. Maar toch zou ik niet zonder mijn lijmpistool kunnen. Ik kan echt zeggen dat het echt een. Ik kan echt adviseren om die echt bij je basis spulletjes te aanschaffen. Ze zijn ook niet zo heel duur tegenwoordig. Je hebt ze van verschillende merken. Deze is toevallig van Fase Creative. Maar je hebt ze ook van andere merken. Mocht iemand zelfs willen. Ik heb nog zelfs nog vanuit mijn webshop nog zelfs nog lijmpistolen of voorraad. Dus mocht jullie interesse hebben, doe maar gewoon even een berichtje. Mail me even of geef het even aan. Dan kan ik kijken wat ik nog heb. Want ik heb eventueel nog lijmpistolen en de prijs, dat weet ik niet. Maar goed, daar komen we wel uit. Dus daar maak ik me niet zo druk om. Kijk, een vlindertje hoort er natuurlijk ook bij met de bloempjes. Dan had ik ook nog een sterkje wat ik erbij wil. Ik vond het wel leuk om daar een andere contrasterende lijn te. Nou ja, moet je mij nou horen, jongens. Ja, omdat ik met kantjes en lintjes en noem maar op altijd wel werk op mijn creaties, heb ik hem altijd standaard aanstaan. Het is zelfs zo dat ik soms vergeet om hem uit te zetten. En dan denk ik van, ruik wat. Dus ik probeer me aan te leren dat zodra ik klaar ben, dat ik hem als eerste uitzet.
Zo. Nou, deze is nog wat lang, dus ik ga eerst eventjes kijken van waar wil ik hem hebben. Ik vind hem eigenlijk hier wel leuk. En dat gaan we dus ook doen. Even een. Nou, dat wil dus niet zoals ik het wil, dus ik doe het eventjes zo. Die komt dan daar. Welke, deze van Vase? Nee. Ik heb ook wel eens dat het echt waar, dan blijft het druppel. Tuurlijk, er komen altijd wat druppeltjes uit, want ja, het is vloeibare lijn. Dus en dat is ook een teken dat het warm is. Het zal juist zijn dat als het niet zou doen, dan is je lijm niet warm. Dus dat er een paar druppels, af en toe een druppel uitkomt, ja, dat is eigenlijk heel normaal. Maar ik heb ook, ik heb ook een lijmpistool hier liggen en die is groot en die heb ook grotere patronen. En als ik daar ben, dan echt het druppelt er gewoon uit. Dat is echt niet normaal. Nee, echt waar, deze die lekt dus echt niet. Dat is echt. En dan hoor ik ook veel verhalen over die van Tim Holtz. Wat ik begreep, lekt die ook niet. Maar dat durf ik niet te zeggen, want die heb ik niet. Wat ik ook leuk vind, is omdat ik met pareltjes bezig ben, ook van deze erbij te doen. Nou, die daar. Dan heb ik, even kijken of ik, dan gaan ze al liggen. Ik pak even mijn bakje. En die ligt natuurlijk, die ligt achter mij. Een voordeel van... een bureaustoel... op wieltjes. Ik weet niet hoeveel ik ervan ga gebruiken. Zo. Hier is een kans. Maar ik ook een voordeel, want ik ga regelmatig vakantie, weekendjes weg. En dan heb ik vaak altijd wat knutselspulletjes bij me. En deze, omdat deze klein is, neem je hem ook makkelijker mee. Dat vind ik ook echt ideaal aan deze. Nou, eens even kijken. Dan, deze knip ik ook altijd. Want ja, dat is gewoon te lang. Die even aan de kant. Die aan de kant. Zo. Even kijken. Even kijken hoe ik het wil gaan doen. Ik doe dat gewoon eventjes met mijn lijn. En dan doe ik het zo. Deze wat korter, dus die knip ik dan even zo. Nou, dat schiet al aardig op. En die schuif je er gewoon onder. Deze vind ik wel leuk als die hierop komt. Dan had ik nog mijn. Kijk, die komt dan hier. Kijk. Nou, we schieten al aardig op. Hoe vinden jullie hem tot nu toe? Ik zal hem iets dichterbij doen. Volgende keer even uitzoeken hoe dat gaat met makkelijke inzoomen. Maar goed, dat
Maar ik zit ook op een klein beeld te kijken, dus ik weet niet hoe het is op een groter beeld. Dankjewel. Ik doe mijn best. Nou, ga ik eerst even deze met tape verhogen. Ook deze plak ik niet helemaal vol. Nou. Zo. Ah, ik zit net verkeerd te plakken. Nee, ik zit wel goed. Oh, ik zit wel goed. Nou, kom op vandaag nog. Nou. Zo. Dit is een vrij goede tape. Ik doe voor de zekerheid altijd nog eventjes met extra lijn. Nou, ga ik nu bepalen waar wil ik hem hebben. Kijk, en dat is al je easel. Die laat ik dan even hier liggen. Want hier wil ik natuurlijk ook nog wat blaadjes en bloempjes bij. Maar dat komt waarschijnlijk omdat het emotionele waarde is. Ik vind dat wel leuk, een beetje wat groen erbij. En ik ga daar niet te veel aan de bovenkant doen. Kijk. Nou, ik weet niet of je deze lijn wil aanschaffen of aangaat schaffen of noem maar op. Deze auto komt meerdere keren voor, dus dat scheelt. Kijk. Dan had ik nog één klein blutje, zoals ik het altijd zeg. En die wil ik er toch eventjes op hebben. Kijk. En deze, die had ik nog liggen van een andere. En die ga ik er toch bij plakken. Zo. Ik hou dat dan eventjes vast. Zo. Nou zit ik even te denken. Oh, ik heb er nog eentje van. Nou, doen we die er ook even bij. Dan heb ik alles wat ik klaar had gelegd gebruikt. Kijk. Ik hou het vaak eventjes vast voor de zekerheid. Nou, heb ik zoiets van... wil ik nog een pareltje erbij? Oh. Nou, dit knip ik dan eventjes af. Zo. Dan zijn we bijna klaar. Zo. Even kijken. Hier of hier? Ik doe het aan de onderkant. Ik vind het wel leuk om er aan de onderkant ook een pareltje terug te laten komen. Zo. Eventueel, hè, pareltjes zijn eventueel ook een hele mooie stopper voor je easelkaart. Nou,
voor degene die mij langer volgen, video's bekijken op mijn kanaal, die weten dat ik ook altijd van de glittertjes ben. Ja, en hij stond al klaar. Mijn stikkeltjes, de kristal. Ja, ik kan het niet laten, hè. Zo. Dit zijn van die seringen. Ik ben niet heel bekend met namen van bloemen en dergelijke. Want mijn favoriete bloem is de roos. Maar dit zijn seringen, dat weet ik dan toevallig. En ik heb nou echt die geur van de seringen heb ik in mijn neus zitten. Ik vind ze zo lekker ruiken. Ik ruik gewoon die seringen. Ik draai altijd mijn creatie. En echt, geloof me, ik kan echt niet recht trekken. Het is zo krom als me kan, die lijn die ik trek. Maar ik doe dit puur op gevoel. Zo. Het is ook zo mooi, hè, dat huis. Oh, geweldig. Zo. Dat alles wat ik doe, ik accentueer het gewoon. En dan kijk ik vaak eventjes. Hè. Wil ik nog wat bijvoegen? Nee. Kijk. Dat is hem geworden. En ik zit nog even te denken. Heb ik mijn spettenpen even. Ja. Oh. Ik ga hem toch even erbij pakken. Dit is de Posca. Ik zal hem zo meteen even wat dichterbij doen, hoor, dames. Ja, het is een soort lijn. Ja. Oh, dat heb je als je de dop er niet goed op hebt zitten. Glitter zit onderop ook. Ik zal hem zo dichterbij doen. Dankjewel, Aletta. Ja, hè? Vriendin van mij zou zeggen, een echte Angela creatie. Ze zegt, er is geen creatie van jou zonder glitter. Even kijken. Even. Zo. Nou, dames, dit is hem geworden. Hoe vinden jullie hem? Dankjewel, Ellie. Nou, ik maak ook wel eens condolence kaarten. En ja, dan vind ik het weer niet gepast. Heel raar. Maar dan vind ik het niet gepast. Dankjewel, dames. Dankjewel. Nou, voor degene die mij misschien nog niet volgt op Facebook, Creatief met Angela's Hobby Corner. Maakt niet uit of je. Ik hoor wel eens van ja, maar ik maak geen mooie creaties. Wat is niet mooi? Je bent er druk mee geweest. En ik heb ook altijd zoiets van. Als je met de challenge